En was eens dus een jonge man die twee tulpen ten geschenken gaf aan het meisje van wie hij hield. Twee rode tulpen in een bloempotje. Het meisje was er erg blij mee. Ze zetten ze voor haar raam en keken elke dag vele malen naar. En dan zei ze tot zichzelf: die tulpen zijn als onze harten, rood gloeiend van liefde. En ze zuchtte erbij, omdat haar vader niets van de jonge man wilde weten. Haar vader was rijk en deftig, en de jonge man was heel arm en dus geen goede partij voor haar. Maar zelfs de strengste vader kan zijn dochter niet verbieden verliefd te worden, en zelfs de slimste vader kan zijn dochter er niet van weerhouden met haar geliefde van gedachten te wisselen. Het jonge paars schreef elkaar stilletjes brieven, wiep elkaar knipoogjes toe. Zij liet zakdoekjes vallen die hij dan terug kon komen brengen, en hij gaf haar rode tulpen cadeau. Toen de vader de tulpen zag, vroeg hij: Kom je daaraan? Gekocht, zei de dochter. Onzin, sprak de vader. Zo zakgeld krijg je niet. Want tulpen waren toen nog erg duur. Je hebt ze natuurlijk gekregen van die slampamper, die hier altijd om het huis hangt. Zie je wel dat hij geen goede man voor je is. Aan zijn onnuttige geschenken herken je hem.